Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag vieren we de verjaardag van Tijgertje, want Tijgertje is 10. Zeg maar hallo. Wil je kijken in de camera? Ze zit hier eventjes lekker te relaxen. Zo, wat een gaap. Maar goed dat de camera niet op stond, anders keken we recht in je mondje. 10 jaar, ja, als ik dan eventjes terugkijk op die 10 jaar, dan, als ik dan die foto's zie van hoe klein Tijgertje was toen ze bij me kwam. Ik zal ze even een foto en beeld neerzetten. Ja, eigenlijk is dat niet, het is heel schattig, maar het was wel heel zielig, want Tijgertje die heeft een rugzakje, die is als kitten afgestoten door de moederpoes. Die was liever buiten dan ze zorg droeg voor haar kittens. Dus Tijgertje en haar broertjes en zusjes, die kregen niet de zorg die een moederpoes normaal aan haar kittens geeft. Daarnaast is ze dus geboren in een gezin waardoor eigenlijk op een gegeven moment voor hun de zorg niet meer mogelijk was voor de kittens. En waardoor ze eigenlijk à la minuut naar hun nieuwe baasjes moesten. Op dat moment was ik niet alleen, dus er was ook geen twijfel over mogelijk Tijgertjes meteen toen bij ons in huis gekomen. En dat was voor Muis natuurlijk ook wennen, want ja, Muis was er al en die was op dat moment, ja, die had een plekje al gevonden. Maar eigenlijk zag je ook al wel vrij snel dat Muis een soort van de moederrol voor Tijgertje overpakte. Eigenlijk een soort van stiefmoeder voor Tijgertje, dat de Muis echt zoiets had van, oh kom maar, ik neem je wel mee aan je poezenpootje en ik laat je wel zien hoe de kattenwereld eruit ziet. Dat was wel heel schattig om te zien en ook heel lief. Maar ja, het heeft natuurlijk wel even tijd gekost. Als je ziet wat voor kat Tijgertje is geworden, merk je nog steeds wel aan haar dat zij dus ja, wel dingetjes heeft waar ze last van heeft. En dat snap ik ook wel. Ze is best wel eenkennig. Je moet niet verwachten dat Tijgertje bij je komt zitten als je bij me binnenkomt. Want die moet eerst kijken of dat je wel te vertrouwen bent. Maar Tijgertje is sinds ik alleen ben veel opener geworden. Ze zit eigenlijk nooit meer onder de bank. En ze is er eigenlijk gewoon altijd. En het zit ook het liefst bij mij. En ja, dat is soms lastig. Want ik heb natuurlijk 3 katten en die aandacht moet verdeeld worden. Maar ja, als ik zie waar ze vandaan komt, is het eigenlijk wel een hele mooie, lieve, grote geworden inmiddels. Dat ik ook wel trots ben hoe ze er nu bij staat in vergelijking met 10 jaar geleden. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Zeeman confronteert stalker. Best wel bizar. Het ging over een jonge vrouw die werd dus gestalkt. Maar ze had eigenlijk maar 3 keer een date met deze jongen gehad die haar stalkte. Maar ze was gelijk best wel open met hem. Ze nam hem mee naar huis, ze nam hem mee naar familie en zo. Terwijl ze eigenlijk geen relatie had. Het was echt een date. Maar ja, voor haar kwam die klik eigenlijk niet of die vonk niet. Dus ze had besloten om er niet mee door te gaan. Dat kon hij moeilijk verkroppen. En toen ging die dingen aan haar auto slopen en dat soort dingen. Het was nog niet heel lang bezig, de stalking. Nou, uiteindelijk werd hij opgepakt door de politie en heeft Zeeman hem nog wat vragen kunnen stellen. Waarin hij eigenlijk heel stellig ontkende van ik ben dat niet, ik heb dat niet gedaan. Terwijl ze alles wel op beeld hadden wat hij deed. En uiteindelijk in de rechtszaak heeft hij toen wel toegegeven. Maar het was niet een hele zware straf wat hij kreeg of zo. Daarna heb ik even al een deel van Kopen zonder kijken gekeken. Ook weer mensen met best wel veel eisen die ze uiteindelijk weer moesten bijstellen. Maar ik weet nog niet hoe het eindresultaat is. Nou, toen ben ik de video, de vlog gaan afmaken. En heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 2 nieuwe maken. Daar was ik niet tevreden over. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Super spannend. En daarna weer met Vrouwenvleugel. Maar dat duurt ook niet heel lang meer voor ik daar doorheen ben. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Ik ga zometeen hier de woonkamer schoonmaken. Maar ik heb de keuken nog wat dingen aangedaan. Dat heb ik nog voor jullie gevlogd het weekend. Dus dat ga ik jullie laten zien. Maar we gaan zo eerst even de katten wat lekkers geven natuurlijk. Want ja, bij jarig zijn hoort een lekker snoepje. Dus dat ga ik eventjes doen. Vandaag zijn we een beetje voorbereid. Bij een verjaardag Tijgertje. Muisje ook. Ja, jij krijgt ook hoor. Ga hem gewoon even uit. Kijk eens, hier ligt hij. Oh. Nou, op dan. Nou, ik leg hem bij jou al zo neer, want je hebt ook lekker niet uit de hand eten. Kijk, ik krijg er nog eens. Het zijn kleine stukjes.
Hey, hier zo. Zo, dat gaat er wel in, hè? Zo. Nou, dat was het. Was het lekker? Oh, je moet nog even afwikken natuurlijk, want dat ruikt nog. Niet in mijn vinger happen. Hé, hey, niet bijten! Bijt is niet lief. Zo. Je bijt gewoon in mijn vinger, gek. Zo, op. Fijne verjaardag, vriendje. Is weer lekker vetvrij. Het aanrecht is weer helemaal schoon. Dat is fijn. De airfryer is weer helemaal ontvet. Ik heb nu deze waterkoker nog staan omdat hij het nog wel doet. Dus ik wacht even tot hij echt geeft. Dan komt de nieuwe er te staan. Deze is ook lekker helemaal ontvet. En dat is wel heel fijn. Want die was ook heel vet geworden. Alles lekker afgewassen. Dus alles is weer heerlijk schoon. Zo, ik heb alles weer lekker klaar. Ik vond het wel weer heel fijn dat alles weer lekker schoon is. Want ik had het voor mijn gevoel was het ook gewoon heel vies. Maar alles is weer gewoon heerlijk schoon. De was die is nog aan het draaien. Ik verwacht dat die eigenlijk niet zo heel lang meer hoeft. Dus dat is wel fijn. Heb ik nog eventjes wat in mijn bullet journal gedaan. Dat was ook wel fijn. Maar ik moet ook eventjes... Vind ik altijd een nadeel. Misschien herken je het. Ik heb van die neppe crocs. En ik weet het. Ik ga er verder nooit mee naar de supermarkt of zo. Ik heb ze gewoon voor bij huis. Ik vind het makkelijk om bijvoorbeeld eventjes mee naar de brievenbus te lopen. Om te kijken of de post is. Maar ook als ik even op het balkon moet wezen, trek ik die crocs aan. Nou, dat had ik dus vorige week ook gedaan met het balkon opruimen. In mijn crocs. Maar die dingen die maken altijd zo vieze afdrukken op je vloer. Dan zie je echt zo waar je die crocs hebt neergezet. Dus dat heb ik nou weer even goed weggehaald. Want dat vind ik altijd wel het nadeel. Want ik vind het gewoon van die makkelijke instappers om eventjes mee naar buiten te lopen. Maar ja, het zijn ook de enige die ik beneden heb staan. Want al mijn schoenen staan verder boven. Dus, maar ja, goed. Die maken altijd wel een beetje vieze afdrukken. Maar dat is nu ook weer lekker helemaal weg. Dus op zich was het wel lekker. Heeft het suikerpotje weer bijgevuld. Dat is ook altijd wel fijn. Want als je geen suiker meer in je potje hebt. En ik hou niet van suiker zonder of koffie zonder suiker. Dus dat was ook wel fijn. Dus ja, alles is weer gelukt. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. De katten vonden hun stikjes heerlijk. Dat heb je kunnen zien. Ze hebben nog een beetje in mijn vingers zitten knagen. Want ja, dat was natuurlijk wel heel erg lekker. Nu hebben ze ook lekker hun eten op. Dus prima. Vanavond heb je een nieuw seizoen van Kinderen kopen een huis. Vond ik altijd wel leuk. Ik vind het wel leuk, want Jan Versteeg doet het nu. Want Leonie ten Braak die deed het eerst, maar die is naar RTL gegaan. Dus nu doet Jan Versteeg het. Misschien is dat wel heel leuk, dus ik ben wel benieuwd. Ik ga even de slechte chauffeur afkijken. Dat is nu de finale. En dan begint volgende week de beste slechte chauffeur of zo. Dat is dan, zijn dan oud-kandidaten. Die moeten dan ook weer met examinatoren op pad. En dan, ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat gaan we wel zien. Dan ga ik eventjes mijn
blogpost schrijven. Dan ga ik lekker mijn vlog inplannen. Daar nog even een thumbnailtje voor maken. En dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna weer Videoland. En mijn boek verder lezen. Ik ga ervan uit dat die bijna uit is. Dus dat is ook wel weer lekker. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar verder prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen en wachten tot de was klaar is. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 25 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen. Ik heb de stofzuiger er net eventjes doorheen getrokken. Dus dat is allemaal weer gelukt. Dus dat is fijn. Ik ben me net de tandjes geschrokken. Ik deed het rolgordijn in de keuken omhoog. En er zat zo'n grote langpootmug. Dus ik schrok heel erg. Dus ik slaakte ook echt zo'n gilletje van, wow, wat is dit nou weer? Nou ja, goed, die heb ik eventjes op mijn eigen vakkundige manier weggewerkt. Kom maar, tijgertje. En, nou, dat is allemaal wel gelukt. Dan word ik steeds anoniem gebeld door een nummer wat niet traceerbaar is. Ze hebben ook al een keer mijn voicemail geprobeerd. Je hebt een nieuw voicemailbericht, maar er werd niks gezegd. Het is een nummer wat anoniem belt. Die heeft me nu al 3 keer geprobeerd te bellen. Maar ik heb hem geprobeerd te traceren. En dat leverde eigenlijk niks op. Maar ja, ik heb zoiets. Als je me wil bellen, moet je me maar gewoon met een bekend nummer bellen. Maar ik heb ook zoiets. Ja, wie zou het kunnen wezen? Want niemand heeft mijn nummer die onbekend is. Alleen bekenden van mij hebben mijn nummer. Anders krijg je hem niet eens. Dus nou, ik weet het ook niet. Het zal wel. Gisteravond liep ook allemaal even iets anders. Ik heb in eerste instantie gewoon kinderen kopen in huis gekeken. Dat was wel heel erg leuk. Vond ik ook echt heel leuk hoe Jan Verstegen deed. Daar was ik echt heel enthousiast over. Daarna heb ik even de slechtste chauffeur van Nederland finale gekeken. Dat ja, was niet heel verrassend. Ze waren allebei super slecht. Dus ik stond niet heel erg te kijken van het ja, eigenlijk van de uitslag. Nou, toen heb ik mijn blogpost geschreven en het thumbnail gemaakt voor de vlog en gezorgd dat alles ingepland stond. Toen begon ik met Netflix en dan zat ik echt lekker in. En toen begon er 99% stond er in één keer in beeld. Dus ik denk, wat is dit nou weer? Nou, ik startte wel eventjes opnieuw op. Dat lukte niet en ging niet verder. Toen zag ik dus dat het lampje van mijn T-Mobile kastje rood brandde. Dus dat betekende dat of er was een storing of er was onderhoud. Ik kon echt helemaal niks. Ik kon geen televisie kijken. Ik kon ook geen opnames terugkijken. Want dat was toen mijn gedachte. Dan ga ik wel terugkijken. Nou, dat kon dus ook niet. Ik merkte al wel weer dat praten en de tekst weer niet synchroon liep met tv kijken. Dat ja, had ik vorige week opgelost, maar dat was weer zover. Nou, ik heb de stekker er een paar keer uit gehad, maar het hielp allemaal niet. Toen ben ik nog maar eventjes een spelletje gaan doen. Want ik had een klein stukje van kopen zonder kijken nog gekeken, het laatste gedeelte. Maar die stopte er ook mee. Nou, uiteindelijk deed hij het weer. Toen heb ik even kopen zonder kijken afgekeken. En toen was het, toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Die ik vanavond dan wel uit heb. Maar ja, ik baalde daar een beetje van. Ik zat echt lekker in mijn Netflix-serie. Ik had zin om Videoland te kijken. Maar ja, dat lukt gewoon even allemaal niet. Maar goed. Ik ga even de laatste dingetjes hier opruimen. En dan ga ik zo de deur uit voor de boodschappen. Dus ik ga jullie nog wel eventjes meenemen. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, terug van de boodschappen. Ik zal even het scherm draaien, anders zie ik niet wat ik aan het filmen ben. Ik ben al wel weer eventjes terug hoor, maar we moesten even wat administratieve dingetjes regelen. En even koffie gedronken, dus dat is prima. Ik heb hier allereerst keukenrol gekocht. Keukenrol gaat hier zo hard, dus ik dacht, nou laat ik nu maar even een groot pak kopen. Was nu ook in de aanbieding.
moet ook zeggen dat het... Muis! Ik had laatst bij de Plus gekocht, maar toen was ik toch wel duur uit. Ik heb ook weer even de paasje meegebracht, want die was weer in de aanbieding. En ja, wc-papier gaat er ook altijd wel hard doorheen. Dan heb ik weer deze ijsthee gekocht. Die vind ik altijd heel lekker. Dat is de aardbeien ijsthee bij de Lidl. Die hebben ze niet altijd. Daar heb ik 2 bakken van gekocht. Dat vond ik wel fijn. Ik heb ook weer even de ruiker meegenomen. Ik vond hem eerst, dacht ik even wennen. Maar ik vind hem uiteindelijk toch wel heel lekker. Er was nu weer aanbieding van 2. Dan heb ik spekjes. 2 kreeg ik gratis bij de boodschappenmeter. Ik heb weer even een keer sinaas gekocht. Had ik wel weer een keertje zin in. Dan heb ik even scheerschuim. Dan heb ik 2 ijsjes. Het is natuurlijk Pinksteren het weekend. Ik heb de Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie. Daar heb ik er 2 van. Die ga ik gelijk even in de vriezer doen. Want dan ben ik zo even terug. Want anders gaat het niet goed. Oh, die zitten er mooi in. Dan heb ik weer chocomel. Frietsaus, champignons. Ik ga straks pizza maken, dus daar heb ik even gesneden champignons voor gehaald. Slavinken. Dan de tandenpas. Ik heb eventjes goedkope tandenborstels gekocht. Hier schijn je dus heel erg goed mee rondom je kraan te kunnen schoonmaken. En ik heb daar nog best wel wat viezig uit. Ik dacht, nou, tandenborstels was een tip van mijn moeder. Bakboter weer eventjes. Nou, dan heb ik bonen. Ik zou eigenlijk bonen bij de Lidl kopen, maar nu waren ze in één keer bij de Boni maar 79 cent. Dus die heb ik daar gekocht. Was heel vies. Ik greep in iets plakkerigs. Wat zegt mijn coach? Het lijkt wel een slak. Ik zeg, jakkers. En dan moet ik dan de hele tijd mee boodschappen doen. Patat. Aardappeltjes. Oh, nee, dit waren frietjes van oma trouwens. Vond ik lekker voor met Pinksteren. De toetjes. Hier dan de aardappeltjes. En ik heb even 2 conditioners gekocht bij de Boni. Want dat was 1 plus 1. Dus die. Dus dat waren de boodschappen. Ik heb nog een paar andere dingetjes. Even kijken wat alles is. Ik heb allereerst opschuimmelk. Die heb ik bij de Trekpleister gehaald. Die was daarmee 1,25. En dat scheelde nogal. Ik heb een potje met de huid, haar en nagelpillen. Die kan gelijk weer blijven. En ik heb eventjes 2 keer een nieuw oogpotlood gekocht. Want die van mij die begon alweer op te schieten. Dus ik denk dan heb ik weer even 2 nieuwe. En bij de Hema. Dit potje, het is eigenlijk een suikerpot. Maar ik ga hier, ik heb zeg maar van die soort aroma. Die kun je in je koffie doen. En die ga ik hier in deze pot neerzetten. Dat vond ik er wel leuk uitzien. Dus dat heb ik daar even gehaald. Ik ga dit eventjes lekker opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer naar Meester Frank Visser kijken. Wordt volgens mij best wel interessant. Volgens mij was er best wel wat ruzie. Dus daar ben ik benieuwd naar. Dan ga ik daarna misschien wel even Perfecte Plaatje terugkijken. Nou, dan ga ik mijn video's, mijn foto's bewerken. Ik hoop vanavond weer gewoon Netflix en Videoland. Maar dat moet ik even kijken. Want het ligt eraan of het internet het nu wel doet. Maar dat hoop ik wel. En daarna ga ik lekker slapen en mijn boek lezen. Dus dat is het even voor nu. Ik ga even opruimen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 26 mei. Ik ben klaargemaakt. Het is wel zonnig buiten, maar er staat een flinke wind. Ik heb al even het oud papier aan de weg gezet, want dat wordt morgen opgehaald. En de bak zit alweer vrij vol, dus dat is gelukt. Gisteravond heb ik naar Meester Frank Visser zitten kijken. Dat was best wel pittig. Het waren 2 buren. De ene buurvrouw die beschuldigde de andere buurvrouw ervan dat ze continu aan het klussen was. Die buurvrouw zei, ik doe dat niet. En nou, dat ging best wel de hart aan toe. Want die ene buurvrouw die wilde die andere buurvrouw gewoon echt wat aandoen. Victor die sprong er echt zo tussen van, oké, genoeg nu. Maar
Ja, dat ging eigenlijk allemaal niet heel lekker. Uiteindelijk wel een goede uitspraak, want het bleek dus dat die buurvrouw het ook echt niet deed. Dus uiteindelijk is het wel goed afgelopen, maar ik vond het best wel pittig. Maar het was dus nu niet met meester Visser, maar met die andere, met Beuvink. En die is wat softer voor mijn gevoel. Niet dat meester Visser heel hard is hoor, maar die is wel een beetje soft. En dat zei mijn moeder ook al, maar ik vond het best pittig. Daarna heb ik het perfecte plaatje gekeken. Was ook wel weer mooi om te zien. Dus ja, ik heb er wel van genoten. Ik heb nog even een spel gespeeld. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Dat is eigenlijk allemaal wel gelukt. Daar hoef ik verder ook eigenlijk niks meer voor te doen. Dus dat was allemaal wel heel fijn. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik heb natuurlijk even die aflevering van woensdag afgekeken en dan een nieuwe erachteraan. Ik heb daar nu nog één aflevering van, dus die ga ik eventjes vanavond uitkijken. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar hoe dat dan verder gaat ontwikkelen. Dus dat is fijn. Nou ja, en daarna Vrouwenvleugel. Toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik mijn boek uitgelezen. Ben ik ook alweer met een nieuw boek gestart. Dus dat ging op zich allemaal wel lekker, dus eigenlijk verder geen bijzonderheden. Ik had gisteravond dan pizza gemaakt. Dat ging eigenlijk, was eigenlijk ook wel goed gelukt. Hij was alleen aan de rand ietsjes te donker geworden. Maar ik heb het gewoon opgegeten, want het kon nog prima. Ik ben er ook niet zo heel moeilijk in. Maar het is een beetje lastig, want dan die achterrand die is dan eigenlijk al vrij goed. En als je dan voorin bij de voorkant kijkt, denk je van nou, hij kan nog wel even een paar minuutjes. Staat op de verpakking ook eigenlijk maar 5 tot 6 minuten. Maar dat vind ik dan net, ja. Een beetje links, zeg maar. Maar goed, het is allemaal wel weer gelukt. Dus dat was fijn. Ik ga zo even stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik met de slaapkamer aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Weer lekker mijn bed verschonen. Heb ik morgen weer lekker. Ja, gewoon vanavond eigenlijk weer lekker een schoon bed. Maar ik vind het altijd lekker om in een schoon bed te slapen. Dus als je dan wakker wordt, dat je denkt: oh ja, ik heb lekker in een schoon bed geslapen. Zo bedoel ik het eigenlijk meer. Dus dat eigenlijk. Dus daar ga ik zomaar eens eventjes aan beginnen. Dus ik ga jullie wel gewoon weer meenemen. Maar ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Nou, ik ben klaar. Misschien denk je, je hebt je bed heel raar opgemaakt. Dat klopt, die is nog niet echt opgemaakt. Omdat ik merk dat ik toch al best wel weer wat zweet en zo met slapen, heb ik ervoor gekozen om eventjes mijn matrasbeschermer te wassen. Want ik vond die ook niet zo heel fris meer ruiken. En ook gelijk eens even dat witte ding om die schuimlaag heen, zeg maar, van mijn topper. Die heb ik er ook even bij gedaan, want dat was ook alweer een tijdje geleden. Ik denk, ik kan beter gewoon weer eventjes een keertje wassen. Misschien had ik dat beter begin van de middag al kunnen doen, maar als ik dan mijn bed al afhaal, dan is het probleem een beetje dat de katten er steeds op gaan. En dat vind ik dan niet zo fris als al die kattenharen erop zitten. Dus ik heb het even zo gedaan. Dat zit er nu in. Heb ik gewoon even op de handwasstand gedaan. Ja, het is verder alleen even verfrissen dat het even weer lekker ruikt. En dan kan ik dat vanavond gewoon even opmaken. Maar verder is alles weer lekker schoon. Dus dat is altijd wel heel fijn. Het is uiteindelijk toch nog best wel warm geworden. Want de zon is er nog best wel doorheen gekomen. Maar dat is verder allemaal wel prima. Dus ik heb alles weer lekker klaar. Dus ik heb alles net lekker opgeruimd. Dus dat was heel erg fijn.
Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen en eten. Ik moet even mijn iPad opladen. Die heeft niet opgeladen. Dus die moet ik zo even eraan leggen. Vanavond begint er een nieuwe serie. En nou kan ik eventjes opzoeken of ik kan zien hoe die heet. Want ik zou het echt niet weten. Want ze hebben het vast wel gezegd. Ik zal even kijken of ik een tv-gidsje kan vinden. Dat is altijd wel handig. Gids vandaag. Ja. Even kijken hoor. Anoniem heet dat. Dus dat is van de makers van Penosa. Dus dat ga ik kijken vanavond. Komt dan in plaats van Flikken Maastricht. Misschien dat ik daarna nog even wat ga terugkijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet een thumbnail nog maken. Dus ik ben wat dat betreft nog wel even lekker bezig. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie afkijken. En dan ga ik daarna verder met de Meiden van de Herengracht. Dus dat wordt verder dan ook eigenlijk mijn avond. Verder op zich wel relaxed. Maar zo is het ook even lekker relaxed. Ik ga even de ventilator aan doen, want het is best wel warm. Dus dan twijfel ik. Zal ik een t-shirt aandoen? Dan denk ik, nou, dan ziet het er buiten eigenlijk niet zo heel warm uit. Want met die kliko wegbrengen dacht ik ook, nou, het is best fris. Lange mouwen kunnen nog prima. Maar achter glas is het best wel warm, merk ik. Goed, ik ga nu in ieder geval eventjes mijn dingetjes doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 27 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de ventilator aan, maar eigenlijk heb ik het koud. Dus ik denk dat die zometeen wel weer uitgaat. Ik las me gisteravond weer een artikel. En ik vraag me wel af hoe ver we nog gaan in dit land. Het begon natuurlijk allemaal met de plastic tasjes die je in de winkel alleen nog maar tegen betaling kon krijgen. Nou ja, dat kun je dan nog wel makkelijk oplossen door zelf een tasje mee te nemen. Toen kwam daar natuurlijk het statiegeld op de kleine lege flesjes bij. Ik moet zeggen, ik kocht eerder nog wel eens van die lege, van die kleine flesjes met spaarrood. Dat vond ik wel handig. Dus dat vond ik wel lekker. Maar ik merk wel sinds daar statiegeld op zit dat ik het eigenlijk niet meer koop. Dat als ik nu spaarrood wil, dat ik grote flessen koop. Er zit natuurlijk ook statiegeld op, maar... Ik weet gewoon, dat zit er bij mij al heel erg in. En bij die kleine flesjes weet ik gewoon zeker dat er nog wel eens eentje in de prullenbak zou kunnen belanden. Omdat ik er niet aan denk. En je moet het ook allemaal weer opbergen. Weet je, die grote flessen, die spaar ik gewoon op. En dan één keer in de zoveel tijd gaat het mee naar de supermarkt, lever ik alles in. Maar ja, als je dan ook die kleine flesjes toch weer moet gaan verzamelen. Jeetje man, je krijgt gewoon een berg afval in huis. Ja, en ik heb zoiets. Ja, ik ga niet voor één flesje elke week één flesje inleveren. Want dat zet ook geen zoden aan de dijk. Toen kwam er natuurlijk kort geleden de statiegeld op blikjes bij. Nou, of dat werkt vraag ik me ook af. Want eerlijk is eerlijk. Ik ben op straat al diverse lege blikjes tegengekomen van mensen die toch zoiets hadden. Nou, het boeit mij niet dat daar statiegeld op zit. Vind ik ook gewoon best wel ranzig. Want ik heb nu zo'n zak hangen in de keuken waar die blikjes in zitten. Ja, weet je, er blijft toch altijd in een blikje altijd een restje drinken achter. Wat dan uiteindelijk weer niet opgaat. Wat dan allemaal gaat lekken in zo'n zak. Dus als je dat lekker in de supermarkt gaat inleveren, heb je pikvingers tot en met. Maar in het artikel van gisteren stond dus letterlijk, ja, vanaf 1 juli moet je dus ook gaan betalen voor je coffee-to-go beker. Dus voor zo'n vies papieren bekertje die je dus, waar je koffie in zit als je die bestelt. Maar ook voor je bakje patat. Dus ook voor dat plastic bakje wat om je patat heen zit. Dus ik vind wel dat we een beetje aan het doorslaan zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vind het allemaal een beetje van de zotte. Maar oké. Ik heb gisteren die nieuwe serie gekeken. Dat was op zich wel... ik moest er even aan wennen. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Ik zat in ieder geval al helemaal mis. Want bij het voorstukje dacht ik te zien dat de acteur Draken Bakema erin zat. Toen ging ik de serie kijken. Ik denk, goh, het is Jeroen Spitzenberger. Hoe ver naast kun je ernaast zitten? Je wordt er eigenlijk in één keer zo ingegooid. Niet echt een inleiding waar het over gaat. Dus het was een beetje wennen. Maar ik wil het zeker wel een kans geven. Maar ik heb er nog niet echt een mening over. Ik las al wel berichten van anderen die zeiden... Nou, ik vind het echt een slechte serie en dat soort dingen.
Maar goed, ik weet nog niet zo heel erg wat ik ervan moet vinden. Toen heb ik daarna even dag en nacht gekeken. En daar moet ik dan nu nog één aflevering van. Dan ben ik bij. Want afgelopen woensdag had hij hem niet opgenomen. En ik moet deze aflevering, die kan ik nog terugkijken tot en met woensdag. Dus ik heb gisteravond de aflevering van vorige week gekeken. En dan wil ik vanavond eventjes de aflevering van afgelopen woensdag kijken. En dat kan dan mooi, want mijn Netflix-serie die is geëindigd. En dan kan ik morgen met een nieuwe Netflix-serie starten. Maar dat was ook wel weer mooi. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Een blogpost geschreven en ben ik dus de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken die echt super spannend was. Ja, echt heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd naar het vervolg, maar dat moet ik nog eventjes wachten, want dat is pas eind juli. En toen ben ik Meiden van de Herengracht gaan kijken en ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat was verder ook de avond. Vandaag heb ik gewoon wat kleine klusjes op de planning. Ik moet sowieso gewoon eventjes, ik wil even mijn voeten veilen. Ik heb heel erg last van eelt, dus dat ga ik zo eerst eventjes doen. Dan ga ik even stofzuigen, de bakken scheppen en gewoon even wat kleine klusjes doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ja, dat ga ik nu maar eens eventjes doen. Zie je heel veel vuil zitten en dat wil ik dus nu proberen om met de tandenborstel en schuurmiddel te kijken of ik dat een beetje wegkrijg. Dus dat wil ik eens eventjes proberen. Kan ik ook gelijk proberen de kraan een beetje op te poetsen. Dan ga ik straks ook even lekker mijn gootsteen helemaal doen. Maar dat wil ik gewoon eens even gaan proberen of dat lukt. Dus laat het maar eens eventjes gaan zien. Dat is al een heel verschil. Zoals je kan zien is alle viezigheid nu om de kraan heen weg. Het werkt echt top. De bak heb ik ook geschuurd. Daar gooi ik straks nog even wat chloor in. Dan kan dit zo wegspoelen. Dan doe ik hem nog even met chloor. En dan is die ook weer helemaal lekker ontvet. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dat met die tandenborstel werkt echt top. Dus ja, dat is echt wel fantastisch zo. Nou, ik heb hier dus deze hele leuke pot. Deze komt ook bij de Hema vandaan. Die heb je ook in het groen. Toen dacht ik, hoe leuk is het om hier de Deen chocolaatjes in te doen. En deze gaan we ook eventjes vullen met de siroop voor de koffie. Dus dat vind ik ook nog wel eventjes leuk om te gaan doen. Dan staat dat ook allemaal weer netjes. Dus dat ga ik ook wel eens eventjes leuk doen. Gevuld met siroop. Dat is dus lekker om in je cappuccino te doen. Dit is, welke smaak is dit? Karamel. Dat kun je gewoon kopen in de supermarkt. Die heb ik dan eventjes mooi gevuld. Ik heb hem niet te vol gedaan, want ja, als je hem dan weer moet bijvullen, dan anders gooi je misschien heel veel weg als je het onderste er niet uit krijgt. Dus die staat daar.
En hier staat dan het potje met de Deen chocolaatjes. Staat ook wel heel gezellig, vind ik. Dus ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind het een heel leuk geheel weer zo. Het staat natuurlijk leuk in mijn roze keuken, dat roze potje ook. Zo, dit was wel echt een onwijs lekker middagje, moet ik zeggen. Ik ben zo blij met die kraan die zo mooi is opgeknapt. Dat je eigenlijk nu gewoon alle viezigheid weg hebt. Want ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat je dit gewoon een paar keer moest herhalen voordat het echt allemaal weg zou zijn. Mijn moeder kwam met deze tip om het met een tandenborstel te doen. En dan, daarvan had ik ze dus gekocht met de boodschappen. En toen... Ja, mijn moeder zei al, het zou best wel een paar keer kunnen duren voordat het echt werkt. Maar eigenlijk in de keuken werkt het meteen. Je ziet gelijk hoe de viezigheid weggaat. Ik vind schuurmiddel altijd wel een beetje een goedje. Want je moet dan alles natuurlijk heel goed naspoelen. Nou, uiteindelijk is dat eigenlijk heel goed gelukt met een doekje en even droog na te doen. Maar ik vind het zo'n verbetering. Ik vind ook het potje met de Deen zo leuk staan. En gewoon fijn dat ik nu lekker die siroop in zo'n potje heb zitten. Daar zou je eventueel ook nog een labeltje op kunnen plakken natuurlijk als je dat leuk vindt. Ik vind het wel heel fijn. Voor de rest de ondergoedla weer aangevuld. Dat vind ik ook wel fijn. Is dat allemaal ook weer uit de slaapkamer. Dus ja, en dat was eigenlijk allemaal heel fijn. Ik heb weer zachte voetjes. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Is ook heel fijn. En nu gewoon nog eventjes lekker in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Dus dat was ook allemaal heel fijn. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik naar het jachtseizoen kijken. Dat wordt volgens mij super leuk. Want het is met Wietse de Jager en Klaas van Eerde. En dat is sowieso natuurlijk een heel komisch koppel. Dus ik ben heel benieuwd hoe hun het gaan doen. Ik denk dat ik daarna sowieso nog even mijn spel ga doen van... De Disney. Dan ga ik dus mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik wacht eigenlijk nog op een pakketje, maar die is nog steeds niet gekomen. Dus als die nog binnenkomt vanavond of zo, dan laat ik het nog wel eventjes zien morgen. Dan ga ik dus even dag en nacht kijken. Dan ben ik bij. En daarna nog even de meiden van de Herengracht. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga nu camera opladen doen, want die is bijna leeg. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 28 mei, oftewel eerste Pinksterdag. Ik heb net de wedstrijd aangezet. Twente-Ajax, altijd lastig, maar voor Ajax hangt er wel wat vanaf. Want we kunnen nog tweede worden als PSV verliest. En PSV, daar gaat het momenteel ook niet heel goed. Want de trainer heeft van de week ontslag genomen per direct. Dus die, ik weet ook niet wie voor hun nu op de bank zit. Of dat invloed heeft op het team. Maar goed, dat zal er van gaan afhangen. Maar het is dus de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus het is weer schakelprogramma. Dus ik heb Ajax op de stream aangezet. Omdat ik schakelprogramma niet zo leuk vind. Wat ik vorige week al vertelde. Gisteravond heb ik zitten kijken naar het jachtseizoen. Oh, ik had er zoveel zin in. Ik vond het echt superleuk. Klaas en Wietse van 538. En dat was allemaal superleuk. En ze hadden het helemaal uitgedokterd. En dan gaan we naar de 538-studio. En dan wachten we ze daar op. En dan kunnen we ze eigenlijk op de radio live vernederen, die jongens. Maar het ging allemaal niet op, want ze zijn gepakt. Echt super jammer. En ik vond ook wel dat die jongens van jachtseizoen een beetje vuil spel speelden. Goh, kom je uit je woorden? Nee. Want die gingen hun op een gegeven moment opwachten. Dus dat vond ik ergens ook wel een beetje gemeen of zo. Maar goed, dat was wel leuk. Daarna had ik even de beste kijkers gekeken. Want ik keek dat dus altijd. Maar het is heel lang niet op televisie geweest. En toen dacht ik ineens, hey, keek ik dat nou altijd? Ja, dat bleek ik dus altijd te kijken. Ik krijg een nu-melding binnen. Even kijken. Zal niet heel veel bijzonder zijn. Zal om de voetbal gaan, denk ik. Ja, zie, PSV en Ajax willen chaotisch jaar besluiten met plek 2. Volgt de live ontknoping hier, maar ik kijk natuurlijk op tv en dan horen we ondertussen met de wedstrijd wel een keer wat PSV doet. Maar goed, dat heb ik zitten kijken. Was op zich wel leuk met het weekoverzicht van de afgelopen week, dus dat was wel leuk.
Toen heb ik de vlog, voor zover het kon, al in elkaar gezet. Toen ben ik dus de aflevering van Dag en Nacht gaan kijken. Was ook wel heel, heel bijzonder, maar ook wel weer heel mooi. En daarna heb ik Meiden van de Herengracht gekeken. En dat was ook de laatste aflevering. En ik had dus niet, ik wist dus niet meer dat het zo eindigde. Dus ik weet ergens ook niet of dat ik het nou gezien heb, ja of nee. Maar het was wel leuk. Even een update over mijn pols. Voor de mensen die dat interessant vinden. Ik heb er eigenlijk al een paar weken niet echt meer wat over gezegd. Omdat ik de laatste keer dat ik erover sprak al het idee had dat ik de hele vlog erover aan het praten was. Het gaat nog steeds niet goed. Ik heb nog steeds veel last van mijn pols. Nu ook. Mijn duim is weer echt super dik. Die ring die komt niet verder dan dit. Wat op zich goed is. Maar dat betekent wel dat die weer echt super dik is. Ik heb veel pijn. Ik heb ook inderdaad reacties van jullie gehad dat die crème niks zou doen. En dat je naar een fysio moet. Maar ja, mijn huisarts heeft daar niet over gesproken. En ik weet ook niet verder hoe en wat. Kijk, het enige wat zij toen gezegd heeft is, je moet die crème gaan gebruiken. En als dat niet werkt, je kunt die spuit dan laten zetten. Maar daar ben ik eigenlijk heel erg huiverig voor. Omdat ik al verschillende verhalen heb gehoord van mensen die zeiden, ja, bij mij heeft het, het is tijdelijk. Bij de een werkt het een paar maanden, bij de ander een paar weken. Het schijnt super veel pijn te doen. Je mag daarna ook echt heel weinig doen. Je moet volledige rust pakken. Ja, en als je mij een beetje kent, weet je dat ik dat niet kan. Je ziet mij in een vlog ook gewoon dingen doen, maar dat is dus niet pijnloos. Ik heb er dus echt wel veel last van. Zoals gisteren ging ik mijn voeten doen. Maar dan kan ik gewoon eigenlijk geen druk zetten. Niet genoeg, omdat het gewoon te veel pijn doet. Dus dat zijn een beetje de lastige dingen. Maar goed, dat is dus even hoe het nu gaat. Het wil nog steeds niet vlotten. Maar die prik zie ik gewoon eigenlijk echt niet zitten. Dus ja, en ik zie het ook een beetje als een laatste redmiddel. Dus dat is voor mij nu geen optie. Ik ga lekker Ajax kijken. Ik ga straks wel foto's maken. Ik ga wel even stofzuigen en zo. De bakken scheppen. Maar dan ga ik ook lekker genieten van Ajax. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik zie wel dat dit stadion ook volledig is afgezet met netten. Althans een gedeelte. Dus niet alles. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat vlotten. Dus laat ik hopen dat Ajax gaat winnen en PSV verliezen. Want dan hebben we een tweede plek. Maar later meer hierover. Oh ja, nog even terugkomend op het pakketje waar ik het gisteren over had. Die is uiteindelijk niet meer gekomen. Dat is nu verplaatst naar dinsdag. Dus het bezorgmoment was niet gehaald, dat soort dingen. Dus die werd toen naar dinsdag verplaatst. Daar baalde ik wel een beetje van. Maar ja, goed, is niet anders. Dus dan laat ik dat dinsdag nog wel even zien. Al is het echt niet heel erg interessant. Maar goed, ik zat er in ieder geval op te wachten. En het is uiteindelijk dus niet meer gekomen. Ik heb de fotospullen gepakt. Ik ga deze removing doekjes proberen van de HEMA. Het zijn er dus drie. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan heb ik hier een anti-redness primer. Uit de Corrector Collection van Catrice. En dan heb ik hier de Blooming Bright collectie. Hier komt een losse video van online. Ik heb hier het oogschaduw en eyeliner paletten. Dan heb ik hier de Mattifying Stone Roller. Twee lipsticks. Lip Glow Sticks zijn dit. Het zijn dus in twee kleurtjes. Een roze en een oranje. En de blush. Dit is een blushleider. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, mijn roladertje die zat lekker te pruttelen, dus ik heb vanavond heerlijke rolade. Die had ik nog in de vriezer, dus die heb ik nu mooi opgemaakt. Althans, gebraden, dus dan kan ik die vanavond lekker eten. Voetbal is net afgelopen. Nou, de teleurstelling is redelijk groot. Ik heb een hele beslagen bril. Ajax die heeft verloren. We hebben een derde plek. PSV is tweede. Ja, dat is heel erg jammer. Ik had toch heel erg gehoopt op die tweede plek. Maar het heeft helaas niet mogen baten. We stonden op een gegeven moment voor. Maar ja, toen hebben ze eigenlijk door een hele domme foute bal weggegeven. En kon Twente op gelijk spel komen. Die hebben kort daarna weer gescoord. En uiteindelijk hebben ze er nog één gescoord. Dus eigenlijk ging dat niet meer inlopen. Dus helaas. Ik heb in ieder geval wel de foto's klaar. Dus ik heb alle spullen net opgeruimd. Dus dat is wel fijn. Ik ga de wedstrijd zo uitzetten. Ik ben er nou wel klaar mee. Ik hoef verder ook sport niet te zien. Ik weet het nu wel. Dus ja, het is toch altijd jammer. Maar hopelijk in ieder geval volgend seizoen dat we weer beter van start gaan.
Ik ga zo eventjes lekker relaxen, daarna lekker douchen. Vanavond kijk ik Million Dollar Island. En Alberto Stegeman wil ik wel kijken, al vind ik het wel een beetje, weet ik niet helemaal of het, hoe het is met beelden, want het gaat over dieren. En daar ben ik natuurlijk niet echt dol op als het echt over mishandelingen gaat. Dat moet ik zeker niet zien, dus ja, ik moet wel even kijken in hoeverre ik dat aan kan. Ik wil sowieso nog even mijn Disney-spel spelen. Dan ga ik mijn foto's bewerken, misschien alvast de thumbnail maken voor de video van dinsdag. En ga ik een nieuwe Netflix-serie starten. Ik heb al wel wat dingen gevonden, dus even kijken hoe en wat. En daarna ga ik verder met Vrouwenvleugel en dan ga ik lekker weer naar bed om mijn boek te lezen. Dat wordt het ook. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Ik ga mijn bril schoonmaken, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 29 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb echt onwijs spierpijn overal. Ik slaap weer met de ventilator aan op de zachte stand. Omdat ik gewoon merk dat ik het gewoon super warm heb 's nachts. En nu slaap ik wel goed. Nu ik de ventilator aan heb. Maar voor je lichaam is dat altijd wel weer eventjes een soort van... ja... een klap of zo. Dan merk ik gelijk dat ik weer overal pijn krijg en zo. Maar goed, ja, het is of slecht slapen of overal pijn. Dus slecht slapen, daar ga je ook niet fijn op. Dus een beetje lastig. Ik heb gisteravond naar Million Dollar Island gekeken. Nou, het gaat nu best wel hard met hoe snel de mensen vertrekken. Dus nou ja, dat gaat dan op zich nog wel. Daarna heb ik gekeken naar Alberto Stegeman. En ik twijfelde heel erg of dat ik dus wilde kijken. Omdat ik in het voorstukje had gezien dat het om dieren draaide. Maar ik dacht, ik zet het wel gewoon, ik laat hem aanstaan. Als er beelden zijn die ik niet kan verdragen, wend ik mijn ogen gewoon even af. Nou, dat ging dus over een koppel die overal al huurschulden maakte. Een paar keer uit huis waren gezet. Paarden bij een manege stalden en vervolgens de rekening niet betaalde. En dat die eigenaar er zo klaar mee was dat hij op een gegeven moment heeft gezegd, als je nou niet betaalt, dan zet ik ze gewoon in de wei. Volgende dag paarden weg. Hij had het hok nog afgesloten met een ketting. Ketting ook weg, dus die hadden ze meegenomen, hadden ze ook toegegeven. Ze hadden ook twee paarden gekocht bij een andere manege. En daar was eigenlijk wel een koopovereenkomst voor gemaakt. En vervolgens betaalden ze niet en ja, kregen ze die paarden ook niet mee. Dat is een rechtszaak geworden. Daar moesten ze beide trouwens 50-50 van betalen. Zowel de eigenaresse van de manege, zeg maar, als de eisers. Nou ja, de eisers die hadden niet betaald. En de rechter had wel die eisen in het gelijk gesteld, want er was een koopovereenkomst, dus ze moesten die paarden kunnen aanschaffen. Nou, ze waren inmiddels zo tijd verder en de paarden waren nog steeds niet betaald en opgehaald. Op een gegeven moment was een van die paarden zo ziek geworden dat hij eigenlijk euthanasie moest hebben. En toen zei die man, nee, want ik wil hem nog steeds kopen. Nou, dat paard is uiteindelijk uit zichzelf dus overleden, wat in dit geval maar goed was, want hij had dus heel veel pijn. Maar ze hadden ook Maine Coon katten. Dat zijn van die raskatten natuurlijk. En die zagen er ook heel slecht uit. Die waren er dan heel slecht aan toe. Die hadden ze weer bij iemand gebracht. Die moest maar ervoor zorgen dat die katten weer sterk werden en mooi. Maar die zei ook, ze waren heel erg ondervoed. En die was er dus achter gekomen dat er voor die katten bij de fokker ook nooit betaald was. Gelukkig mocht het zijn, waren de katten inmiddels, zagen ze er weer heel mooi uit. En kon die vrouw ze houden. Want die had nu de eigendomspapieren en zo. Nou ja, uiteindelijk moesten ze twee confrontaties doen, want ze waren uit elkaar. Bij die vrouw bereikte die eigenlijk helemaal niks, want die wees heel erg in de richting van die man. Bij die man moesten ze ook snel handelen. Daar hadden ze een plan voor, maar dat plan mislukte. Dus uiteindelijk is Alberto naar de deur gegaan, want die man die stond ook weer op het punt om zijn woning uitgezet te worden, want die woonde in het huis van zijn ouders, wat een bejaardenwoning was. En daar mocht hij niet blijven. Dat haalde eigenlijk ook niet heel veel uit. Dus wat dat betreft, het is goed dat ze het in beeld hebben gebracht, maar het heeft niet echt succes gehad. Dus nou ja, ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn mintgroen. Ik zal even het kleurtje erbij pakken. Dat is deze van Catrice. Dit kleurtje. En dit is de kleur 127 Mint to Be. Ik vind hem zelf wel heel vrolijk en leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Het is de serie Diamond Ruffs.
Nee, sorry, Rough Diamonds heet die. Het is een Vlaamse serie, maar ik snap de verhoudingen nog niet zo goed. En dat maakt het een beetje lastig. Maar het had wel een hoge matchscore met mij. En daarna Vrouwenvleugel, maar daar ben ik bijna doorheen. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen, dus dat was het. Ik ga zo eventjes lekker hier de boel doen, de keuken, de douche en alles. Dus ik ga even lekker aan de gang. Het is wel tweede Pinksterdag natuurlijk, maar nou ja, ik hecht daar nooit zo heel veel waarde aan. Maar prima. Ik ga dus eventjes lekker aan de gang en ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik heb de voorkant van de kattenbak eruit gehaald. Die ga ik zo even schuren. Die ga ik eens even een schoonmaakbeurtje geven. Het ziet er niet meer uit en dan kunnen hun ook weer zien wat ze doen. Dat ga ik zo meteen eens eventjes doen als ik de bakken heb verschoten. Ik ben wel benieuwd hoe dan het resultaat is. En zo ziet hij er dan uit als hij weer schoon is. Dus dat is al een stuk beter. De randjes weer helemaal lekker schoon. Dus die kan er weer lekker in. Ik ben weer klaar. Katten hebben net lekker hun eten op. Ik heb net al eventjes de was in de droger gestopt. Die moet ik alleen nog even aanzetten, want die was al klaar. Ik had even de witte was gedraaid, dus dat was top. Verder gewoon alles lekker gedaan. Heel blij met die voorkant van de kattenbak, dat die nu zo mooi schoon zijn. Ik kreeg ze er eigenlijk vrij makkelijk uit, dus dat ging echt heel top. Dus dat was echt een pluspunt. Dus daar ben ik heel blij mee dat we nu lekker schoon zijn. Ging heel makkelijk, dus dat is gewoon heel fijn. De douche is weer lekker schoon. Dat is allemaal gewoon weer lekker klaar. Dus ik ben wel weer heel blij. Uiteindelijk heb ik het toch nog best wel warm gekregen, want het zag er niet zo heel warm uit. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Ik zal eens eventjes kijken. Het was zo bizar. Oh, het is 18 graden. Ik wilde op een gegeven moment dat Siri mijn muziek even op pauze zetten. En je kan dan gewoon tegen die speaker praten dat hij dan even pauzeert. Toen zei hij ineens wel trusten. Soms heeft Siri van die dingen en dan lig je helemaal in een scheur om wat hij uitkraamt. Het slaat soms helemaal nergens op, maar toch is het grappig. Ik heb de emmers al lekker weg, dus wat dat betreft was het wel weer fijn om eventjes lekker aan de gang te zijn. Dus daar ben ik blij mee. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen en even wat drinken, want ik heb een beetje dorst. Dan ga ik straks lekker douchen en eten, want daar heb ik wel weer zin in. Want ik voel me nu wel weer een beetje heel erg bezweet en zo. Maar ik vind het gewoon lastig, want aan de ene kant denk je, ja, je kunt best een t-shirt aan. Aan de andere kant heb ik weer snel kippenvel, dus dat maakt het lastig. Vanavond ga ik natuurlijk Goede Tijden kijken, laatste week, finale week. Ik ben wel benieuwd naar de cliffhanger, moet ik zeggen. Dan ga ik daarna Chateau Meiland kijken en ik denk nog eventjes de politie-eenheid terugkijken, want die had ik vorige week, was dat volgens mij de laatste of twee weken terug al? Nee, vorige week dacht ik. Dus die had ik nog even opgenomen, die kan ik nog even terugkijken. Dan ga ik even de video in elkaar zetten van morgen van de boeken en een thumbnail maken en even mijn blogpost schrijven. Dan ga ik wel weer verder met het Rough Diamonds en dan moet ik maar even zien of ik de verhoudingen nu beter snap. En daarna weer eventjes Vrouwenvleugel kijken en dan lekker naar bed mijn boek lezen en slapen. Dus dat wordt verder ook de planning. Ik heb wel makkelijk eten, want ik heb gewoon schnitzel met wat frietjes. Vond ik wel lekker. Ik had zoiets, nou het is toch Pinkster, hoef ik niet te koken. En dan lekker weer mijn Ben & Jerry's ijsje. Die was zo lekker gisteren. Die was echt fantastisch. Dat was echt heel fijn. En die rolade was ook heel erg lekker trouwens. Daar heb ik ook heel erg van genoten. Maar goed, verder heb ik niet zo heel veel meer te vertellen. Dus ik ga nu eventjes lekker wat drinken en relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 30 mei. Ik ben klaargemaakt. Vandaag een dagje zonder zon, want het is een beetje bewolkt. Ik zal eens eventjes kijken hoeveel graden het is. Ik denk niet dat het heel warm is, wat ik zo had begrepen.
Even kijken, het is 14 graden en ik merkte ook toen ik in bed lag gisteren dat de wind heel erg hard aan het waaien was. Dus ik heb nu ook zonder ventilator geslapen, maar ik ben wel weer, ja, toch snotterig, verkouden. Maar dat komt ook wel door de hooikoorts. Ik heb nog steeds last van die ogen, maar goed, hoort erbij. Gisteravond heb ik Chateau Meiland weer gekeken naar Goede Tijden. Moest op zich wel weer lachen. Ze waren dingen aan het ophangen dat ik dacht, oh, ze sloegen spijkers in die muur. Ik denk, dat moet je met een boormachine doen, want dat kan helemaal niet. En dan gingen ze een schilderij aan ophangen. Ik dacht, oh, als dat naar beneden komt, jongens, dat komt niet goed. Nou ja, uiteindelijk hebben ze het gered. Het hing nog. Maar ik had het liever met een boormachine gedaan als ik hun was, want die hadden ze wel. Daarna heb ik even de politie-eenheid teruggekeken. Politie-eenheid? Nee. Iets anders met de politie. Daar had ik nog één aflevering van. Dat kwam elke keer op maandagavond. Dat was de laatste. Die had ik nog niet bekeken. Dus die heb ik ook eventjes bekeken. Ik heb nog even gegamed. Ik heb mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie Rough Diamonds. Ik snap de verhoudingen nu iets beter. Het is wel een goede serie. Dus... Alleen, het is dus met, heel vaak wordt er ook Duits gesproken. Er wordt ook wel Vlaams gesproken, maar ook veel Duits en Engels. Gelukkig wordt het ondertiteld, dus dat scheelt wel. En daarna heb ik Vrouwenvleugel gekeken, maar dat was al de laatste. Ik dacht eigenlijk dat ik er nog een paar had, maar dat was de laatste. Raar einde. Heel vreemd einde. Eigenlijk, ja, dat je eigenlijk met vragen achterblijft waar je nooit antwoord op zult krijgen. Maar goed... ja, het is wat het is. Dus ik ga vanavond wel iets nieuws uitzoeken. Ik heb het pakketje binnen, die zal ik even laten zien. Dan ga ik eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik een video opnemen en dan daarna nog even diamond painting doen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ja, dan ga ik eventjes aan. Ik ga eerst even het pakketje laten zien. Nou, ik had al een beetje verteld, het is geen bijzonder pakketje. Want ik heb een pakketje van 1, 2, 3, inkt. Ik heb namelijk printer inkt gekocht. Hier zat nog wel wat voeten in de aarde in, want ik heb al jaren een printer staan waar geen inkt in zit. En toen ik laatst een pakketje had die terug moest waar ik voor moest printen, toen dacht ik wel, oei, ik moet eigenlijk echt een keer inkt kopen. Dan had mijn coach echt een hele tijd geleden bij de Primera een keer inkt gekocht en zij was niet eens al heel veel kwijt. Op dat moment wist ik niet wat mijn cartridge type was of welke printer ik had, dus ik kon het ook niet opzoeken. Dus ik dacht, nou, als ik daar dan... kom, dan ga ik ook eens even kijken voor mijn printer. Toen was ik daar begin van de maand en toen varieerden de prijzen tussen de 48 en de 52 euro. Want ze hadden alleen maar inkt van HP. Dat was dan ook nog, nam je XL cartridges, kocht je losse cartridges. Dat vond ik best wel veel geld, dat heb ik op dat moment niet gedaan. Bij de Brune eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Mijn moeder die bestelt het altijd bij 123 inkt en die zei het is, valt toch wel mee qua prijzen. Dus toen ging ik kijken, daar was het 42 euro. En toen had ik me ingeschreven op de nieuwsbrief en toen kreeg ik een mailtje dat er 10% korting op inkt is. Deze 10% korting die geldt nog tot 31 mei, dus dat is tot morgen. Dus mocht je printer inkt willen hebben en dat nodig hebben, zou je daar dus met korting kunnen kopen. Oké, wat zit er dan in? Nou, gewoon de cartridge. Ik heb de 301, het is XL. Ze hebben ook van HP eigen merk. Maar, ze hebben ook van het merk HP. Maar die is veel duurder en hier zit meer in. Dus ik heb 301 voor mijn HP printer. En ook de 301 kleur. Er zit in zwart en kleur. Ik heb weer printer in. Ik zie hier ook nog allemaal dingetjes in zitten. Een correctieroller hebben ze erin gedaan. Dat is wel grappig. Dat is wel heel grappig. Oh ja, kijk. Een correctieroller, altijd handig. Leuk dat er nog zoveel bij zit. Even kijken. Oh, ik heb twee pennen gehad van 1, 2, 3 inkt. Altijd handig pennen. En... nou, ze hebben ook een boekje erbij gedaan met wat ze allemaal verkopen. En, nou, leuk. Leuk gedaan. Ik snap alleen niet waarom er een acceptgiro bij zit, want hij is al betaald. Maar dat staat er ook op, voldaan. Goed, dus dat was even het pakketje. Niet heel bijzonder, maar wel leuk dat er nog zoveel dingetjes bij zitten. Dus deze kan ik mooi in de printer gaan doen. En hopen dat het werkt, want ik hoor soms dat HP het afstoot, maar ik ga ervan uit dat het goed komt.
Wat ik wilde doen. Video staat er ook weer op. Zullen we er eventjes natuurlijk met de katten eventjes weer een beetje aanmodderen, want die waren natuurlijk weer veel geluid aan het maken. Goed, ik denk dat het wel goed is gekomen. Eventjes lekker diamond baiting gedaan, dat was ook wel eventjes fijn. Maar ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb sowieso heel erg last van mijn rug en zo, maar dat had ik natuurlijk al. Maar ja, ik weet niet, gewoon weer eventjes verkeerd gezeten misschien. Het zit allemaal eventjes niet zo lekker. Dus dat is een beetje vervelend. Maar goed, dat gaat er vast wel weer uit. Ik ga zometeen nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik dus Goede Tijden en daarna Zeeman Confronteert. Want er is weer natuurlijk weer een nieuwe aflevering van. Ik denk dat ik daarna eventjes al een deel kijk van Kopen Zonder Kijken. En dan ga ik denk nog wel eventjes een spelletje doen. Dan ga ik mijn vlog afmaken zodat die helemaal klaar staat met editen. En dan ga ik nog even mijn foto's bewerken. Dan ga ik wel weer verder met Rough Diamonds. En dan moet ik op Videoland even kijken wat ik aan ga zetten. Want ik weet het eigenlijk nog niet. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. Want ik was er nog niet helemaal op voorbereid dat ik dus de laatste aflevering gisteren had. Maar dat komt vast wel goed. En dan ga ik weer lekker naar bed mijn boek lezen en lekker slapen. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daarna staat een belletje. Vond je deze video leuk, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. En dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga nu in ieder geval snel mijn camera ook op de oplader leggen, want die is bijna leeg. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doei!